Zijn gedachtegoed is niet dood. Vandaag bespreken wij het gesprek in Jinek met twee 3FM-dj's over Tijn. Het nagellakkende jongetje van het glazen huis. Naast mij zit Ewout Jansen, die u misschien al kent van de snijtafel. Serious Request is al jaren iets wat ik op het oog heb als onderwerp voor dit programma. Die actie van Tijn en hoe zij daarmee omgingen en hoe Nederland ermee omging, zou ik bijna zeggen. Wat me daaraan opvalt is zo'n beetje de overtreffende trap van wat mij al opviel altijd aan Serious Request, aan het glazen huis en aan liefdadigheid, sponsoracties, dat soort dingen. Met zijn actie Heel Holland Lacht wist hij Nederland te ontroeren en miljoenen euro's op te halen om andere kinderen te helpen. Vanmorgen vroeg kwam het droevige bericht dat de 6-jarige Tijn is overleden aan de gevolgen van hersenstamkanker. Ik merk vaak aan interviewers nu in talkshows dat ze vooral heel goed zijn in heel vlot en foutloos een autocue voorlezen. En dan beginnen de problemen na die autocue. Laten we even kijken naar hoe jullie en wij ook Tijn hebben leren kennen. Tijn is 6 jaar. Uh-huh. En in mei hebben we te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. De levensverwachting is minder dan een jaar. Dit is een van de eerste dingen die de vader zegt. Ja. Daarna niet alleen die vader, maar iedereen. Hij gaat dat de hele tijd vermelden in het begin van items over Tijn. Altijd wordt er meteen gezegd. Ja. Hij is zelf ziek. Het is echt onderdeel van de actie. Ja. Maar het is de vraag in hoeverre Tijn daar zelf een onderdeel van heeft willen maken. Ja, dat weten we eigenlijk niet. Hij wil de nagels lakken voor Serious Request. Maar waar gaat het geld naartoe? Naar kinderen in een land hier ver vandaan en die ziek zijn. Heel Holland lakte in de dagen voor kerst voor de kleine grote held. Ik ga aan jou een lintje uitreiken, een jeugdlintje. Proficiat aan mij. Nederland lakte door. Afgelopen juni kwam een doodzieke en zichtbaar zwakke Tijn zelf meelakken in Os. Zichtbaar zwak. Oh ja, zichtbaar zwak, ja. Dat is typisch iets wat al deze BN'ers nooit zouden zeggen. En dat laten ze dan een anonieme voice-over. Die mag dan eventjes zo dat erin rammen, zeg maar. Ja. Heel naar woord, zichtbaar zwak. Ja, maar dat heeft iets martelaarachtigs, vind ik. Ja. Hij offert zichzelf helemaal op. Het was natuurlijk boven hartverscheurend, dit verhaal. Martijn was ook een bijzondere jongen. Wat was er zo bijzonder aan hem? Het eerlijke antwoord is denk ik dat hij zo jong is en zo ernstig ziek is. Mm-hmm. En dat wij allemaal hebben gezien hoe verdrietig dat is. Ja. Dat is wat hem zo bijzonder maakt. Ja. Dat hij ondanks dat toch nog iets voor het goede doel wil doen. Nou, misschien. Bij dat laatste, ik hoop dat te kunnen betwijfelen. Ik denk dat heel veel zieke mensen ook positieve dingen willen doen. Mm. En dat heel veel kinderen ook positieve dingen willen doen, ziek, niet ziek. Maar wat hem bijzonder maakt, is denk ik de manier waarop zijn vader mensen meegenomen heeft in dat verdriet van dat hij komt te overlijden. Mm. Dat is het eerlijke antwoord, maar dat is geen leuk antwoord. En dat eerlijke antwoord, het voelt alsof je daar Tijn mee omlaag haalt, hè? Zijn heldendom. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je daar andere kinderen mee omhoog haalt. Ja. Op 6 december 2017 verscheen het nieuwsbericht dat onder Nederlandse Facebook-gebruikers Tijn Kolsteren het meest besproken onderwerp was. Van 2017. Dus niet klimaatverandering, om maar iets te noemen. Ja. Of democratisering van de landen die nog niet democratisch zijn. Dat soort dingen. Nee, dit ene zieke jongetje. En zo zie je hoe empathie, wat er gebeurt wanneer je je laat sturen door empathie. Dan wordt één jongetje belangrijker. Ja. Zo'n beetje de hele wereldbevolking. Dit doet me heel erg denken aan een Vlaamse aflevering van Basta, waar we opeens identificeren met een koe. Dit is Kalkuni. Vrijdag wordt hij geslacht. Daarom hebben we een onvergetelijke dag bezocht. Ons idee om op een barbecue vlees te eten veroorzaakte nogal wat deining. Kranten besteden hele pagina's aan onze vierpotige vriend. Op de radio werd druk over biefstukken gebabbeld. En op internet moest bijna een Facebookgroep worden opgericht om alle Kalfke Willy Facebookgroepen te groeperen. Ja, dus je hoeft eigenlijk maar één kalf, een hele beetje een leuk itempje te zien over één kalf. En dan word je al helemaal, denk je, nee, die kalf mogen we niet opeten. Ja. Dan kom je in actie. Ja, niet die. Ja. Want ik heb me daar nu aan gehecht. Ja. Ja, zo werkt het dus. En je ziet hoe sterk het is. Ja. En je kunt dan ook wel, denk ik, beredeneren hoe link het is als we daar niet van op de hoogte zijn. Van hoe makkelijk we in die irrationele stand schieten. Door naar het echte antwoord? Ja, dus oké, wat gaat Frank van der Linden dan daadwerkelijk zeggen? Dit was het eerlijke antwoord, maar het niet eerlijke antwoord komt nu. Nou ja, dat hij één doel had.
Dus toewijding maak ik daarvan. Nou ja, het was een toegewijd jongetje, maar ik denk dus niet met jou dat dat het bijzondere aspect was. Hij stond er dus bij die brievenbus tijdens 3FM Serious Request. 3FM Serious Request, alsof ze toch eventjes... Branding. Ja, branding, ja. En hij wilde alleen maar zoveel mogelijk nagels lakken. Toen hebben we hem naar binnen gehaald. Hij wilde zijn eigen gat in het huis hebben, zodat mensen hun hand er doorheen konden steken en hij maar kon lakken. En het maakte niet uit of je blank, zwart, man, vrouw, heel veel geld gaf of 1 euro gaf. Het maakte hem geen donder uit. De kassamedewerker in de supermarkt maakt het ook niet uit welke huidskleur jij hebt. Nee, je rekent gewoon die spullen af. Ja. Ja, dus dat kun je ook niet mooi een beetje... Oh, wat mooi. Dan komt een blank iemand voorbij, komt een zwart iemand voorbij. Ja. En die kassamedewerker rekent gewoon dezelfde prijs. Ja, voor, deze man draagt inderdaad echt de supermarkt uit. Die zegt, god, is het toch mooi. Ja. Is het, zo genieten dit. Als hij maar al die nagels kon lakken en daarmee andere kinderen kon helpen die niet eens 6 konden worden. Hier wordt gesuggereerd dat het heel vanzelfsprekend is dat je met nagelslak mensen helpt. Ja. Dat is eigenlijk heel... Bijzonder. Dat is eigenlijk iets heel raars, hè? Ja. Maar daar zijn we al helemaal aan gewend met al die sponsoracties. Dat je iets bizars gaat doen wat nergens goed voor is. Maar dan hebben we zo'n trucje waardoor dat dan geld oplevert. Ja. Omdat andere mensen zo ziek zijn dat ze pas geld willen geven als jij dat doet. Ja, het is een beetje die hand, hè? Je hoopt dus dat op een gegeven moment de influencers elkaar het balletje toe gaan schuiven. Dat Marco Borsato dan weer een andere walgelijke BN'er aanwijst. En dat die walgelijke mensen dan allemaal met z'n allen hun walgelijke volgelingen... Omdat je, dus je begint een beetje met elkaar en je hoopt dat het balletje ooit komt bij iemand die al die walgelijke mensen kent. En dat het dan daar ergens uitkomt. En het werkt, het balletje beweegt zich door middel van sociale druk. Dus, dus je zegt, ik heb het al gedaan, nou jij nog. Want ik sta al in het licht, ik sta al in het witte licht, om even in Marco Borsato termen te spreken. Ja. Jij staat nog in de duisternis. Blijf jij hebt je nagels nog niet gelakt. Je hebt nog niet gegeven. Ga dan maar eens uitleggen aan je followers dat je niet meedoet. Ja. Ik heb jou gechallenged. Ik ben Marco Borsato. Ja. Precies. Dus via sociale druk durf maar eens te weigeren. Ja. Het kind gaat dood. Ja. Durf maar eens te weigeren. Dit zijn allemaal dingen die Tijn zelf niet doet, hè? Wil ik even duidelijk zeggen. Dit zijn allemaal dingen die daar omheen gebeuren. Ja. Jij irritant vindt. Jij zou zeggen, geef gewoon het geld. Als jij overtuigd bent, dit is een goed doel. Geef je het geld, dan zeg je niet, ik geef alleen het geld. Dat is Armin van Buren, een salto maakt. Ja, precies. Van glazen huis, ik ben het een beetje beu. Ik denk dat ik geen geld ga geven. Longontsteking in Afrika, ver van mijn bed. Oh, wacht, er zat een doodziek jongetje nagels te lakken. Nu kom ik. Ja. Hoe ziek is dat eigenlijk? En dat doel en ook en vooral ook het wat een kind sowieso heeft. Het ontwapenende. Mm-hmm. En gewoon geen tweede agenda. Dat. Het kind heeft juist geen... Eerste agenda, die heeft helemaal het concept van die agenda helemaal niet. Zelfs wanneer kinderen wel een agenda hebben. Hè, dus wanneer ze een plan hebben. Ja, dat kan. Of iets, een soort ideologie hebben. Ja. Hebben ze ook inderdaad geen tweede agenda. Ik bedoel in de zin dat ze niet of zelden cynisch zijn kinderen. Dus dat ze wat ze zeggen dat ze willen, dat is doorgaans wat ze willen. Maar ik ben met jou eens dat Tijn niet eens een eerste agenda lijkt te hebben. Desgevraagd zegt hij gewoon, ik doe het omdat ik het leuk vind. En waarom wil je zo graag nagellakken vandaag? Omdat ik dat heel leuk vind. En ik vind dat een prachtig antwoord. En dat is juist heel mooi dat die doelen en volwassen dingen daar allemaal niet in zitten. Mm-hmm. Ik doe het omdat ik het leuk vind is heel erg zen en heel erg Winnie de Pooh. En gewoon in het moment zijn en... daarvan genieten. Dat is een prima antwoord. Mm. Maar Domien corrigeert het weer. En om de kindjes te helpen. Weet je hoeveel geld het al heeft opgeleverd inmiddels? Het echte doel van Tijn, zou ik zeggen, is... Ik vind het juist ontroerend dat ontbreekt. Er is niet een agenda of een idee van ik ga de wereld redden. Hij doet het omdat hij het leuk vindt. Zo mooi, zo puur, zo eerlijk. Dit is precies wat jij niet bent in een notendop. Ja, precies, want hij heeft wel een tweede agenda, vermoed ik. Die DJ's die in dat glazen huis zitten, die zitten daar. Ja, hun eerste agenda is mensen helpen in het buitenland. Of in ieder geval liefdadigheid. Maar hun tweede agenda is een groot podium betreden. En niet Serious Request, maar 3FM Serious Request. Ja. Precies. En hun naam. En ik hoop dat iedereen dat een beetje meeneemt. In die rare tijden, we hadden het net over de G20. We hebben al heel veel discussies gehad de afgelopen jaren over van alles en nog wat. Hier gaat het echt helemaal van de rails af, vind ik. Van Tijn naar de G20. Ja. En dit is iemand die praat voor zijn beroep, hè. Dit is iemand die voor zijn werk op de radio dingen aan elkaar praat.
Als hij dat maar een beetje kan meegeven aan iedereen hier aan tafel, iedereen hier in de studio en iedereen die naar de tv kijkt. Dan, en dat is hem gelukt in de tijd dat hij het podium heeft gekregen. Maar als we dat doorzetten, want dat is het allerbelangrijkste, hè? Dat we dat nu doorzetten, zijn gedachtegoed. Nou, iemand van 6 heeft geen gedachtegoed. Nee, je kunt dat dus ook niet doorzetten. Nu die er niet meer is. Want dat is er nou juist niet. Hij is weg, dus het is afgelopen. Nou ja, je kan door blijven geven. Ja. Je kan door blijven lakken. Je kan, Nee, inderdaad. Ik bedoel, het christendom is ook niet opgehouden. Nee, nu begint het juist. That's where you're wrong. Jezus is dood. Hoe kunnen we het voortzetten? Ja. Is hij wel dood? Hey. Nee hoor. Nee. Dat hele Romeinse Rijk gaat nog christelijk worden. Ja, ja. Wat? We hebben hem net gekruisigd. Ja, let maar op. Ja, nee, dat kan allemaal zomaar gebeuren. Over 2000 jaar krijgt het nog subsidie. Ja, dat maakt hem zo bijzonder. En dat heeft hij bij heel veel mensen losgemaakt. Ja. Nee, jouw eigen warrige onzin is niet wat hem bijzonder maakt. Dit is gewoon onsamenhangende, betekenisloze, een beetje koffieshop gezwets. Ja. En dat is niet wat Tijn bijzonder maakt. Ja, precies. Precies, maar dit is dan respectvol. Ja. Wat hij doet. Je eigen onzin op hem plakken. Op hem plakken. En wat wij nu zitten te doen is respectloos. Oh. Nee, dat voorspel ik. Hè? Dat, dat mensen dat gaan denken. Ja. Ik zie jullie nagellak ook. Ja, ik heb ook nog een potje meegenomen van mevrouw Ploemen. Ja, sorry. Ja. Mevrouw Ploemen hier excuseert zich dat ze nog niet heeft meegedaan. Hè? Je ziet hoe het werkt, hè? De sociale druk. Ik zie dat jij je nagel niet gelakt hebt. Ja, sorry. En dat zij sorry zegt en zich daar schuldig over voelt dat zij daar met ongelakte nagels zit. Op nog wel op de dag dat hij is overleden. Ja. Nou, als je heel eerlijk bent, is dat onderdeel van het succes. Ja, dat schuldgevoel is onderdeel van het succes. Ja. Dat je denkt, ja, ik ga daar niet zonder nagels zitten. Ik doe maar mee. Ja, ik zag lege gaan nagels. We zo meteen op. Ik ga even in de garage zitten. Dankjewel. Die gaan we lakken. Dan gaan we niet even vragen aan jou of je dat wil. Ja, je voelt je nu zeker wel schuldig, hè? Ja, we komen zo naast jou zitten. We gaan jouw nagels even lakken. En dit is een minister ook nog, hè, die daar zit. Ja. Dat is niet de minste. Dat geeft aan hoe krachtig je dan iemand op zijn nummer ermee kan zetten. Ja. Overigens, hier wil ik ook wel even Tijn zelf aanhalen. Ja. In die promo voor die tweede actie van hem, vraagt Joep van het Hek aan hem, of lijkt Joep van het Hek aan hem te vragen. Tijn, vind jij dat iedereen zijn nagels zou moeten lakken? Nee, waarom niet dan? Omdat iedereen zichzelf moet zijn. Dus weer is het jongetje zelf wijzer, weet je wel, dan al die mensen eromheen. Ook die nagellak, een metafoor voor dat je ook als man zijn een nagellak kan dragen. Ja. Ook mannen dragen nu nagellak. Dat doorbreekt dat mannen nu nagellak dragen is een metafoor voor dat mannen ook nagellak kunnen dragen. Of je nou 80 bent of 5 jaar, het maakt geen donder uit. En dit is het metafoor voor dat iedereen gelijk is. Als je maar dat ene doel nastreeft wat je in je leven wil behalen. Ja. En dit is een metafoor voor dat iedereen gelijk is. Ik vind het heel raar dat hij net die lak noemt als teken dat iedereen gelijk is. Want je creëert juist een soort kunstmatige ongelijkheid. Ja. Ik heb ze al gelakt, jij nog niet. Ik sta toch een beetje boven jou. Na Serious Request is Tijn dus doorgegaan met actie voeren, met geld ophalen. Eigenlijk om, want ik heb zijn arts hier aan tafel gehad en die heeft uitgelegd hoe het zit. Er is een ingewikkelde en dure behandelmethode voor deze kinderen met deze uitzonderlijke vorm van kanker. En dat is ontzettend kostbaar. En daar moest geld voor komen om die robot hier in Nederland te kunnen krijgen. Hij is daarmee doorgegaan en het is gelukt. Ja. Het is gelukt. Ja, het streven was met de actie Lak door Tijn, die door Joep van het Hek, Wendy van Dijk, Stichting Semmy neer is gezet om 1 miljoen euro op te halen. Joep van het Hek en Wendy van Dijk hebben inderdaad samen deze actie georganiseerd. En die zaten ook samen in RTL Late Night. Mm. Nou, eerste punt, Joep zegt, ik werd niet uitgenodigd omdat het ziekenhuis geld nodig had. En toen kwam er contact tussen dokter Van Vuurde en mij. En die zei, zullen we een keer kletsen, een keer praten. Rondleiding door het lab gehad. En toen zei hij heel duidelijk bij, maar ik verwacht niks van je. Dat zei hij ook heel echt. Ik vraag niks en ik wil niks. En toen dacht ik, maar toen ik terugreed naar mijn huis, dacht ik, maar ik wil wel wat. En daarin zie ik weer die angst voor de waarheid. Het lijkt me juist fijn dat hij Joep van het Hek rondleidt en probeert in te zetten om dat geld te bij elkaar te sprokkelen. En ik vind het heel hypocriet dat Joep van het Hek lijkt te zeggen van, wel prettig dat het niet om geld ging, dat ik daar zo'n bijzondere behandeling ging. Nee, het ging wel om geld. En bij dit hele thema lijken mensen heel erg zo van, de waarheid mag niet, niet gezegd worden. Heel belangrijk, niet de waarheid zeggen. Joep zegt ook, ik had een beetje een onzin BN'er ruzie met Wendy van Dijk. Met Wendy had ik net een akkefietje achter. Dus ik kreeg eigenlijk onbeduidelijk slappe lach. Even voor de duidelijkheid voor de mensen die het niet gevolgd hebben. Je had een column geschreven over Erland, de man van Wendy. Wendy heeft vervolgens gereageerd via Twitter onder andere. Dat ging over weer.
Dat ging over iets heel anders. Ja, we hadden een akkefietje, maar het gaat over iets heel anders. Maar dat is niet waar. Dat akkefietje ging over dat Joep van het Hek zei dat RTL, en de man van Wendy van Dijk is daar heel belangrijk, dat die uitventen het leed van kwetsbare mensen. Ja, ik vind dat niet iets heel anders dan dit onderwerp. Nee. Maar toen vond ik eigenlijk wel geestig dat ook Tijn, die toch al een bijzonder kereltje is, dat hij daar ook weer boven staat, boven dat aardse neuzel. Nee, Joep van het Hek, Tijn heeft wel iets anders aan zijn hoofd dan jou een lesje leren over jouw onzinruzies met onzin-BN'ers. Wat is de overeenkomst tussen hoe Joep ermee omgaat en hoe die 3FM-DJ's mee omgaan? Dingen erop plakken, jezelf naar de voorgrond schuiven, jezelf belangrijk maken. En de waarheid, die zeggen we natuurlijk gelukkig niet. En dat moest dan in een periode van ongeveer 4 weken. Toen die actie begon, dacht ik, nou, dat is pittig. Dat dacht ik ook, moet ik eerlijk zeggen. Ja, astronomisch bedrag. Ja. Pittig, denk ik ook een beetje aan van ja, een beetje twijfel bij Domien. Ja, gaat dat wel lukken, jongens? We hebben dat net helemaal gehad, zeg maar. En om nu nog een keer 1 miljoen daaruit te gaan trekken, ja, dat is misschien te ambitieus. En Jinek zegt ook, dat dacht ik ook, moet ik eerlijk zeggen, met een beetje die schaamte erin. Dat lijkt me een goed bruggetje naar een vraag die Domien ook gehad heeft over een tweede Tijn, of een vervolg. Wat mij bizar lijkt, en dat doe ik met de beste intenties. Vorig jaar hebben we natuurlijk Tijn gehad. Die heeft de hele operatie een extreme boost gegeven. Nou, dat maakt het wel heel plastisch, hè? Een operatie een boezem geven was gewoon een jongetje die iets moois wilde doen voor andere mensen. Maar ja. The lady does protest too much. Hier zie je dat de opmerking wordt geplaatst dat Tijn wel een enorme boost heeft gegeven aan de actie. Wat de boosheid en de irritatie wekt van Domien. Waar je ook zou kunnen denken dat hij gewoon vriendelijk en positief zou reageren en zeggen: ja, fantastische boost. Geweldig dat Tijn dat zo voor elkaar gekregen heeft. En die heeft inderdaad wat ons echt maar weer een stap verder gebracht. Maar hij wordt boos. En dat verraadt van mij een slecht boost. Geweten. Ja. Want boost, dat woord is fout. Ik voelde dat woord fout is. Ja. Ja. Maar wat is het niet gewoon wat het is dan? Ja. Waar heb je nu een probleem mee? En is dat niet gewoon de waarheid waar je een probleem mee hebt? Ja, hij heeft substantieel bijgedragen en bedrag die je hebt opgehaald. Nee, zeker, ja. Hoe ga je ermee om als dit jaar op wat voor manier dan ook weer een terminaal ziek kind zich in verbinding wil komen met jullie? Het is geen vraag waarvan je als organisator blij bent dat je hem stelt, maar het lijkt me heel gek als je hem niet stelt op de een of andere manier. Vorig jaar Tijn, dit jaar. Hebben jullie het daarover gehad? Van tevoren? Laten we het niet doen of laten we het niet doen? Nee. Want kijk, dat is dus ook wat Serious Request, 3FM Serious Request maakt. Ja. Het is niet, en daarom gaan mijn nekken er een beetje overeind staan als je het over operatie hebt en het geven van een boost. Dit was een jongetje dat vorig jaar met zijn vader bij het glazen huis kwam. Ja. Maar het is niet dat wij van tevoren in november zeggen, oh, het zal even lekker zijn als we dit jaar een kindje krijgen die even de actie goed op de kaart dat kan zetten. Dat zeg ik toch ook niet? Nee, maar goed, als je zegt dat de operatie een boost geeft, het is niet, net als dit jaar, zijn we er vorig jaar niet mee bezig geweest dat zou kunnen gebeuren. Okay. Dus alles begint op nul en op 18 december gaan wij in het glazen huis en iedereen die iets wil doen, die is meer dan welkom. Wij zijn totaal niet bezig met hoe dingen eruit zien. Wij zijn gewoon een soort Tijn, zou je kunnen zeggen. Die gewoon denken, waar hebben we zin in? Ja. Wat willen we voor goeds doen vandaag? En als jij denkt dat het iets anders is, dan ben jij cynisch. Ja. Hoe geïrriteerd en nadrukkelijk Domien in die auto ook zegt, wij kijken niet vooruit bij 3FM Serious Request. Je ziet bij Jinek dat hij wel vooruit kijkt. Hij wordt ook heel boos op de suggestie dat het marketing is wat we hier aan het werk zien. Maar in een van zijn vlogs zegt hij weer, als ik niet DJ was geworden, dan was ik marketeer geworden. Ik zou heel graag in de reclamewereld willen werken. Dat lijkt mij dus superleuk. En ik ben niet de meest creatieve persoon van mezelf. Dus ik ben niet iemand die meteen zegt, oh, bij dat ene chocolaatje moeten we dit of dit doen. Maar ik zou het heel tof vinden om met een team na te denken over commercials op radio en tv. En daar dan een heel vette campagne omheen te maken. Ja. Dus ik vind het helemaal niet zo'n begrip wat heel ver van hem afstaat. Nee.
Hij is duidelijk heel mediabewust en zoekt de media heel erg op. En als hij geen DJ was geworden, was hij wel marketeer geweest. Ja. Maar wel het bedrag dat nodig is om deze behandeling weer een stap verder te krijgen in Nederland. En dat bedrag is gehaald gistermiddag om 16:45. We hebben met NPO 3FM... Ze zijn er een marketeer getraind of zo, om het gewoon goed te zeggen. Of zo. Ja. NPO 3FM. Nog een hele actiedag gevoerd, omdat wij ook wel voelden, het kan. De teller stond begin deze week op 7, 8 ton. Ja. En dan kun je denken, hé, dan ben je er bijna. Maar dan praat je nog steeds over 2, 3 ton dat erbij moest. Dus wij hebben gisteren een actiedag in het leven geroepen op 3FM. En uiteindelijk hebben we met heel Nederland meer dan 1 miljoen euro binnen kunnen trekken voor Stichting Sammy, voor dat apparaat. Ik had hier dat het wel erg onduidelijk is wat dat apparaat is. Ik vond ook in dat filmpje van Joep van het Hek wordt ook echt een karikatuur gemaakt van het apparaat. Gewoon een apparaat waar lampen erop. Piepelepiep. Ja. Denk daar niet over na wat dat is. Ja. Kost een miljoen. Geen kritische vraag graag. Kost een miljoen. Ja. En dan denk ik van jongens, wie wil hier dan een miljoen euro aan verdienen? Moeten we niet even heel kritisch zijn op dat er blijkbaar een apparaat is dat een miljoen euro kost? Mm. Waarom moeten we daar niet een beetje druk op organiseren? Ja. Moeten we zeggen, kan dat echt niet voor minder dan 1 miljoen? Of waarom bedragen? Ja, wel opvallend dat ze eerst zo twijfelden of het wel ging lukken. En als het dan bijna gelukt is, dan doen ze nog gauw even mee, zodat ze wel bij de winnaars horen. Het doet mij ook heel erg denken aan dilemma's in de bioethiek en de medische ethiek. Van we hebben een miljoen euro, we kunnen een apparaat kopen in Engeland. Wat voor een aantal kinderen met deze zeldzame ziekte misschien of echt een betere behandeling mogelijk maakt. Oké, maar we kunnen met een miljoen misschien ook heel veel meer kinderen die ook ziek zijn. Bijvoorbeeld longontstekingen, die voorkust. Een veel effectievere behandeling geven. Ja. Dus we kunnen nu met een miljoen, 500 Nederlandse kinderen redden. Of kunnen we ze echt redden? Kunnen we ze misschien niet? Is het misschien niet gewoon dat we ze beter kunnen behandelen? Dat is echt nog wel een verschil. Maar we kunnen longontsteking echt genezen bijvoorbeeld. Mm. En voor 1 miljoen kunnen we dat veel vaker doen. En die mensen zijn mij evenveel waard. Niet zo dat Nederlandse kinderen mij meer waard zijn dan kinderen in Burundi of zo. Hoe kunnen we die intense saamhorigheid die hij voor elkaar heeft gekregen, hoe kunnen we dat voortzetten zonder dat hij er is? Ja, als iedereen het met elkaar eens is, we staan allemaal op een plein te schreeuwen. Ja. Dan ga ik altijd een beetje, is dit wel, is dit wel goed? Is dit wel nu? En het deed me heel erg denken aan het moment intense saamhorigheid als term. En ook de nare daarvan een beetje was het moment bij de bekendmaking, waar Tijn een beetje onhandig het podium opgeduwd werd. En dan met z'n allen staan we allemaal op het plein te schreeuwen. Echt zo'n South Park scène van het hele dorp staat buiten. We zijn nu allemaal eens. Ja, terwijl ze de werkelijkheid niet helemaal onder ogen durven te komen. En dan wel dat enthousiasme, Dus op een idee van, goh, zouden we dat miljoen nou niet eens wat handiger kunnen besteden? Dan krijg je de handen niet voor op elkaar, weet je wel. Met allerlei dingen zoals de dood en met groepsdruk en allemaal dingen meer. Daar krijg je wel zo'n plein vol mee. Ja. Weet je wel? Dat is een beetje triest dat het is. Dat het daarmee dan lukt. Daar word ik een beetje verdrietig van. Ja. En je ziet dat mensen die dus aandacht willen vragen voor dat soort dingen als klimaatverandering of grondstoffen, dat die soms proberen om het ook sexy te maken. De reuzenpanda. De walvis dan. Maar eigenlijk gaat het daar niet om, want het maakt eigenlijk niet zoveel uit of de reuzenpanda het overleden. Het gaat eigenlijk om andere belangrijke. Maar toch een gezicht eraan geven. Ja. Dan maar een berengezicht. Ja. En dat kan ook wel iets opleveren, dat ze dat doen. Maar eigenlijk, het kernprobleem blijft dan bestaan. Dat we daar op wachten. Op dat gevoel. En die problemen die je oplost met liefdadigheid, dat zouden wel eens problemen kunnen zijn die jij veroorzaakt zelf. Ja. Door open te staan voor precies die manipulatie. Ja. Die alleen maar op jouw gevoel inspeelt. Waardoor je dat goedkope t-shirtje koopt van de H&M. En denkt van, het zal wel netjes gemaakt zijn door kinderen in de derde wereld. Ja. Dus ik word hebberig van het ene filmpje. Dan ga ik een probleem veroorzaken. Ja. En dan word ik empathisch van een ander filmpje. En dan ga ik weer iets aan dat probleem doen. Ja. Ja, dat. Ja, zodat ik gewoon duurzame kleding koop, laat ik me verleiden tot een goedkoop t-shirtje. En de andere keer laat ik me verleiden tot iemand die zegt van, we gaan die fabrieken sluiten. Ik zwiep van de ene kant naar de andere kant, afhankelijk van welke adverteerder er aan het woord is eigenlijk. Ja, ja. Dat is in toenemende mate ons medialandschap. Allemaal adverteerders die eventjes zendtijd hebben en proberen jou te winnen met een pitch. Ja.
Nou, dat valt me en de consument, of de burger, die steeds meer een consument wordt genoemd. Ja. Die zegt, nou, manipuleer me maar eens. Ja. Ik ben nu lastig hoor. Hier ben ik wel echt al gemanipuleerd. Ja. Heb ik wel knap gedaan. Ik geef geld. Dat is dus hoe we het niet gaan oplossen. Ja. Dat soort geld-ejaculaties. Ja. En dan weer, zo, dan ga ik weer gewoon lekker reclame kijken. Ja, inderdaad. Ja. Of reclame maken, zoals Domien van Schuur. Ja, elk jaar weer als een kip zonder kop een nieuw probleem oppakken. Ja. Oh, dit probleem. Oh, dat probleem. Ja, dit probleem. Ja. Ja. Oké. En over 10 jaar is weer het eerste probleem weer aan de beurt. Wat we denk ik moeten proberen is dat gevoel een beetje te gaan wantrouwen en er een beetje boven te gaan staan. En denken dat gevoel is wel fijn. Ja. Maar leidend moet zijn, echt dat ik heb beredeneerd, dit is het beste. Ja. Het gevoel moet meer een soort van begeleiding daarvan zijn. En niet hetgene dat mij overhaalt. Want dan weet ik eigenlijk niet waar ik mee bezig ben. Ja, ik denk eigenlijk wat Frank al zegt, dat je realiseert dat iedereen gelijk is. En dat je vooral datgene moet nastreven waar je het meest in gelooft. Alsof je een kind bent. Het voelt bijna onzinnig om hier inhoudelijk op in te gaan, omdat het zo hol is. Ja. Maar ja, je kunt geloven in iets wat helemaal fout is. Hè? Dus als iedereen maar gaat nastreven waar hij helemaal in gelooft, dan komt niet automatisch alles goed. En dat is maar net een probleem, dat mensen vaak heel erg geloven in iets wat niet deugt. Ja. Ja. Die waar is. Ja. Het is een beetje wat die Marianne Zwageman zei. Hè? Van als je het maar gelooft, dan is het goed. Ja. Weer religieus-achtig, vind ik. Ja, inderdaad. Als je gelooft, is het goed. Dat is eigenlijk ook wel een enge religieuze idee. Als je maar voelt dat het er is. Als je maar voelt dat het waar is. Dan laat die wetenschappers maar praten. En dat is hartstikke moeilijk. Zeker als je een volwassen bent en je hebt een baan en je hebt een huis en je hebt vrienden en je wilt je eigen carrière nastreven. Ja, daar is de tweede agenda. Ja, dat is zijn tweede agenda. Die hij heel goed kent. Hij ziet zichzelf als een soort product in een markt. Kijk het idee als ik naar zijn vlogs kijk en zo. Ja. Dat altijd begint met Domien. En dan zie je zijn kop van verschillende kanten. En alsof je zo voor de spiegel staat te kijken hoe die er het leukst uitziet. In ieder geval heel ijdel komt dat er over. Heel erg ik kijk naar mij. Ja. Dus ik heb het idee dat hij hier zichzelf beschrijft. En door Tijn te eren, die geen tweede agenda had en zelfs geen eerste. Ja. Hoopt hij dat de onbaatzuchtigheid van dat jongetje een beetje afgeeft. Precies. Op hem. Ja. Want zelf heeft hij dat niet. Maar af en toe even glas terugnemen en naar de wereld kijken. Alsof je weer een kind bent van 6. Die niet bezig is met carrière maken. Die niet bezig is met ik moet volgend jaar moet ik daar zijn. Ik moet een groter huis en ik moet een mooiere vriend of vriendin hebben. En dus niet een lievere vriendin. Hè? Ja. Niet een vriendin die meer van me houdt of zo. Maar een mooiere vriendin. Uiterlijk. Hier plakt Domien zijn gedachten goed. En er ontstaat direct een heel naar beeld van lelijke ambitie en uiterlijk vertoon. Hij geeft hier aan dat hij ergens snapt wat er mis is met hem. Maar dat kun je niet oplossen door naast een jongen van 6 te gaan staan die nare ambities niet heeft en dan een bord omhoog te houden. Dat is juist ook weer onderdeel van die lelijke ambitie van Domien, om viral te gaan. Ik kan heel slecht tegen dat een DJ dan naast een doodziek kind gaat staan en dan met zo'n enorme check. En bijna zijn duim omhoog steekt naar de camera of zo. Met zo'n enorme kartonnen check. Ja. Dit bedrag, dit kind en ik. Zoals die DJ's ook steeds heel irritant zo tussen artiesten in gaan staan en die schijn afvangen en dat heel erg persoonlijk naar hunzelf toe trekken. Ik en U2, ik en de Beatles. Gaan ze nu heel dicht naast een ziek kind staan en naast een goed doel staan en ook die schijn afpakken. Het zijn een soort parasieten op roem, parasieten op creativiteit. Ja, roemzuigers. Domien is bij de kliniek en hij verft die nagel rood. Waarom? Waarom moet hij dat doen? Want hij zo'n bijzondere band heeft opgebouwd met Tijn. Hij stond er toch het dichtst bij, of zoiets. Want hij voelde tranen. En dat bracht Nederland bij elkaar. Domien die voelde tranen. En dat bracht Nederland bij elkaar. Die Domien wordt eraan gekoppeld als een soort aanhangertje. Een soort zijspan van Tijn. Ja. Ook een beetje Domien. Maar ik vond dat hij heel anders is. Wat vrienden van de show, de koning, Peter R. de Vries, hebben ook hun eigen gedachtes geplakt. Koning had ook wel even een miljoentje kunnen storten. Ja, maar goed, ga door. We hebben ook hun gedachten geplakt op Tijn. We hebben het wel gevolgd uiteraard. En het laat je ook zien hoe kwetsbaar elk gezin kan zijn in Nederland. Dat elk gezin geconfronteerd kan worden met een verschrikkelijke ziekte en ook het overlijden van een gezinslid. Het gedachtegoed van de koning is dat elk gezin heel kwetsbaar is. En dat hij dat heel goed kan begrijpen, omdat hij alle mensen die iets heel naars meemaken, ook slachtoffers van grote rampen, heel goed kan begrijpen, omdat hij zelf ook zijn broer heeft verloren. Dat hebben we in onze veel geprezen aflevering over de koning, hebben we dat denk ik aangetoond. Dat alleen dat zit er niet in. Dat is een deleted scene. Oh, nou ja, hij heeft dat eerder in zijn koningsinterview ook aangegeven. Van ik snap mensen, want ik heb dit meegemaakt. Kijk, zij worden
op een middag mee geconfronteerd van de MH17 is neergestort, uit de lucht geschoten. Ik word ermee geconfronteerd door een telefoontje op 17 februari... terwijl ik notabene, ik was foto's aan het maken voor de kinderpostzegels. Dus hij trekt het echt naar zichzelf toe, vind ik, als je het hoort. Het laat zien dat elk gezin kwetsbaar is, zoals mijn gezin ook kwetsbaar was. Grote vriend van onze programma, Peter R. de Vries, die trekt het helemaal naar zichzelf. Ja. Die zegt echt, ik! Dat wat hij zelf ook doormaakt, hè? Want daar stond ik vandaag bij stil. Hij heeft zelf beseft, daar is hij net oud genoeg voor, wat er ging gebeuren. Denk van, Peter, rustig, misschien wel niet. Die zekerheid is denk ik misplaatst. Dit is het enige interview dat ik heb kunnen vinden met Tijn over zijn ziekte. Jij hebt ook iets, hè? Ja. Wat heb jij? Dat weet ik niet. Een balletje in je hoofd, hè? Zo hebben we het altijd over hem, van balletje over zijn hoofd. Dus. Ik vind het juist heel sympathiek. Beeld van, ik doe dit gewoon omdat ik het leuk vind. En er zit een balletje in mijn hoofd. Heel licht en los en gewoon heel zen en in het moment. En dat lijkt me een prima houding. Ik weet ook niet zeker of dat de houding is. Maar ik hoef dat er niet per se van te maken. Ja. Als hij het wel bewust was van ze sterven, is het even ontroerend. We maken van hem echt een soort van heilige. Ja. Met een bovennatuurlijk plan. Ja. En die het allemaal door had. En die wist dat hij dood zou gaan. En die dacht, maar ik ga de laatste jaar nog eens eventjes heel altruïstisch besteden. Dat weet ik wel. Ja. Dat is denk ik niet zo. En dat hoeft niet. En, ja. En dat is allemaal, het zegt allemaal veel meer over de mensen die dat zeggen dan over Tijn. Het zegt zelfs helemaal niks over Tijn. Volgens mij is dat het gedachtegoed dat we... wat Frank... Ja, en laat een metafoor dan die nageluk daarvan zijn. Dat als je nu nageluk ziet bij iemand waar je het misschien niet zo snel bij verwacht... dat je dan denkt, dat is Tijn die voortleeft op je nagel. Ja. Vond ik heel onbedoeld pathetisch. Voortleven op je nagel, wat klein, wat triest. En religieus, hè. Het is wel heel bijbels. Ja, dit is Tijn, die voortleeft op je nagel. Hij is toch niet helemaal dood. Hij is vandaag overleden. Super treurig en ook heel veel sterkte voor de nabestaande familie. Maar zijn gedachtegoed is niet dood. Jij plakt jouw gedachtegoed op deze jongen. Die jongen is wel dood. Dat is heel naar en verdrietig. Maar er staat een apparaat. Daar heeft die jongen een grote rol in gespeeld. Er zijn klinieken gebouwd. Ja, als je zo positief wil eindigen, dan kun je naar dat resultaat gewoon kijken. En dan kun je denken van, als je de film mooi wil eindigen, dan eindig je niet bij het overlijden. Maar dan eindig je dus bij kinderen die geholpen worden door dat apparaat. En kinderen die geholpen worden door die kliniek. Precies, en daar gaan we voor zorgen. Zeker, we gaan heel erg bedankt. Blijven dat is mooi, maar jullie stoppen als de cijfers niet goed gaan. Dat kunnen we gewoon zien. Het NOS-bericht zelfs, het glazen huis is stuk geslagen. Dus als de cijfers niet goed gaan, dan houden jullie op. Domien Verschuren vertrekt bij 3FM. Cijfers gaan niet goed, Domien gaat weg. Frank van der Lende, stukje in het AD. Na 2 jaar, waarin Van der Lende net als de rest van de zender steeds verder dalende luistercijfers noteerde, greep de leiding in. Met andere woorden, we gaan door, we gaan ervoor zorgen, behalve als de cijfers tegenvallen. Ja, dan houden we hiermee op. Kijk, we kunnen nog een aantal klinieken in Nairobi, daar kunnen we nog wel neerzetten. Maar ja, iedereen zal zeggen dat de opbrengsten dalen en onze cijfers ook. Ja. Dus wat vinden we nou echt belangrijk? Willen we nou doorgaan met die mensen helpen? Of willen we toch scoren? En dan is het van... We willen scoren, dus we gaan het weer helemaal anders doen volgend jaar. En ik ga sowieso maar naar een andere omroep, want hier gaan de cijfers toch naar beneden. Nou. Ja. Hmm. Ja, dan heeft Tijn nog weinig effect gehad op je psyche.